We gaan straks naar een demonstratie kijken op Sportpark Ressen. Vertel er eens wat over, Matthias. Ja, wat we hier dadelijk gaan zien is een demonstratiewedstrijd van het G-hockey. G-hockey staat voor gehandicapte hockeyen en dan met name verstandelijk beperkte gehandicapte mensen. En we hebben twee clubs uitgenodigd om ons een beetje te laten zien hoe het gaat. Omdat wij sinds vandaag officieel gestart zijn met het G-hockey binnen hockeyclub Bemmel. Ja. En waarom zijn jullie dit gestart? Omdat wij vinden dat hockey is een hele leuke sport. En wij vinden dat ook kinderen die misschien niet helemaal goed mee kunnen komen in normale teams wel de gelegenheid moeten hebben om, om te kunnen hockeyen. En daarvoor hebben wij het G-hockey opgezet hier binnen bij mij. Ja. En waar komt het idee vandaan? Nou, G-hockey bestaat al langer. Ja, uiteindelijk is binnen het hockey in Nederland bestaat G-hockey al een jaar of 15. Maar hier in de buurt zie je steeds meer dat er een omliggende vereniging ook met G-hockey gestart worden. Zelf ben ik 2 jaar geleden heb ik het idee geopperd om ermee te starten toen ik nog in het bestuur zat van de hockeyclub. En toen heb ik ook beloofd aan de hockeyclub van nou, als ik het bestuur uit ben en we krijgen een derde kunstgrasveld erbij, dan hebben we ruimte genoeg en mogelijkheden genoeg om ermee te starten. En heb ik een oproep gedaan naar de leden van nou, wie wil me daarbij helpen. Dan heb ik ongelooflijk veel enthousiaste reacties op gekregen van mensen vanuit verschillende plamages. Van mensen die gewoon heel erg enthousiast zijn om mee te helpen. Kinderfysiotherapeuten, huisartsen, verpleegkundigen, om daar aan mee te doen. En zijn we nou, zeg maar een half jaar geleden begonnen met de opzet daarvan. Trainers gezocht en een hoop PR gedaan richting allerlei instellingen en ouders in de buurt. En dat resulteert dan vandaag in de eerste open training en deze demonstratiewedstrijd. Ja. Maar wie komt er nu wel in aanmerking en wie niet? Eigenlijk is het heel simpel. Kinderen die niet in aanmerking komen om te kunnen hockeyen in een normaal team of kunnen sporten in een normaal team, die zijn welkom bij het G-hockey. En we hebben even heel kort gezegd van het is hockey voor verstandelijk beperkte kinderen en ouderen. Dus we hebben geen echte leeftijdsgrens. Maar zodra je gewoon ziet autisten, mensen met een autistische beperkingen, mensen die een syndroom van Down hebben, nou, al die soort kinderen die dus niet vaak regulier mee kunnen komen in ofwel basisonderwijs of het sporten, hier welkom. En wanneer gaat het van start? Nou, vandaag de officiële eerste open training. Vanaf aankomende woensdag 3 september gaan de trainingen beginnen. Wij trainen 1 keer in de week, woensdag om 6 uur. Tot zeg maar 7:30, 8, elke week. En we willen proberen om na de herfst om dan te starten met de competitie. Dus we gaan ook gewoon de normale competitie in met deze kinderen. Er is een landelijk dekkende competitie hier in Nederland. En wij pakken het in de regio. En dat betekent dat de kinderen ongeveer 6 keer op pad gaan per jaar. Om dan 2 wedstrijden op een dag te kunnen hockeyen. En dat wordt afgesloten met een landelijk toernooi in Amstelveen in het grote stadion. Waar dan heel Nederland, G-hockey in Nederland, welkom is. Ja. En als je eigen op wil geven omdat je geïnteresseerd bent, wie moet je bellen? Je kan naar de website van Hockeyclub Bemmel, dus www.mhcbemmel.nl. Je kunt mij bellen, dat staat ook op de website, naar mij, Matthias Meijer, op mijn thuisadres of op mijn mobiele nummer. Je kan ook mailen naar de hockeyclub, dan komt het goed en dan gaan we je uitnodigen. De procedure is als volgt, dat als kinderen of ouders vinden dat hun kinderen hier moeten komen, dan zijn ze welkom. We nodigen iedereen uit op de woensdag om 6 uur om te komen. Dan kunnen de kinderen gewoon lekker al gaan sporten. En dan gaan we met de ouders praten van joh, wat is er nou precies met je kind aan de hand? We moeten dat natuurlijk wel even weten, zodat we precies kunnen weten hoe we de kinderen kunnen benaderen en hoe we ze kunnen inzetten op het veld. Ja. En hoeveel teams spelen daar? Ik bedoel, want hoeveel aanmeldingen zijn er al? Op dit moment hebben wij 4 aanmeldingen al. We hebben 6 aanmeldingen nodig om een team te maken. En wij hopen erop dat wij dit seizoen, dat loopt zeg maar tot juni volgend jaar, dat we ongeveer op een 10-tal aanmeldingen komen. Zodat we eigenlijk gewoon een goed gevuld elftal hebben met een hoop wissels. En ja, waar het gaat komen, ik weet het niet. Iedereen is welkom, dus we mogen er 40 hebben als het mag. Hè? Oh, nou, dat is hartstikke mooi. Maar nou zie ik dat je ook een heel mooi shirt aan hebt. Ja. Vertel eens. Ja, wij zijn toen ik het idee geopperd heb en ook de pers heb opgezocht om met name de leden te werven, ben ik gebeld door Linda Struik. Linda die heeft een bedrijf om kinderen met verstandelijke beperkingen te helpen op haar landgoed in Angeren. En zij belde me op, ze vond het een hartstikke leuk idee.
Zij is nu 2 jaar met dat bedrijf begonnen en heeft gezegd van ik wil graag jullie sponsoren. Dus zij heeft gezorgd voor sponsoring van zowel het begeleidingsteam als de kinderen die dadelijk lid worden. Die worden helemaal keurig aangekleed met shirts, broeken en trainingspakken. Dus ja, dat was erg leuk. Want wat staat er precies op? Nou, het is de Amethyst is het bedrijf van Linda. En de Amethyst is dus een zorgaanbieder voor kinderen met een verstandelijke beperking. Die bij haar thuis kunnen komen om even uit te rusten en te spelen. En met veel met dieren te werken daar. Ze hebben paarden en ezels daar. En ik vind het erg leuk dat ze het... Had je het verwacht dat je zo snel sponsors zou vinden? Nee, natuurlijk niet. Yo, uiteindelijk moet je altijd leuren om sponsors te krijgen. En nou komen ze gewoon... Bellen ze aan. Dus het was erg leuk om te zien. Dat was ook met het begeleidingsteam zo. Uiteindelijk moet je vaak gewoon heel erg luren om allerlei mensen te betrekken erbij. Maar ja, het enthousiasme is gewoon echt hartverwarmend. Bedankt voor het interview en heel veel succes ermee. Mooi initiatief. Dankjewel.